Goedemorgen en welkom terug bij een nachtje doen. Oh, het was al heel hectisch deze ochtend. Ik ving eerst deze vis, dus een prachtige start. En meteen daarna, toen Hugo aankwam, vertrok de andere hengel. Er zit dus nog een vis in het net, die bekijken we straks. Wat gaan we doen dit keer? Het is voorjaar 2017, het zonnetje schijnt. Ik zit natuurlijk weer op die ondiepe kanaaltjes, compleet andere sector dan vorig jaar. En met dat zonnetje denk ik dat we vandaag veel gaan rondlopen, zoeken naar de vis, polaroids op, proberen een vis te stalken. En tegen de avond beslissen we dan wel waar we ons opnieuw gaan zetten. Kijk eens hier, mooie opener, donkere schub. Het is nog maar half april, maar je ziet nu al die typische paaiuitslag. Dus dat is hier een mannetjesvis. En met zijn vinder is er helemaal klaar voor. We zetten hem terug en we vliegen erin. Pak de vrouwtjes, jongen. Boerenkarpers bestaan blijkbaar niet alleen in Nederland. Favoriete moment van de sessie, dat is wakker worden bij het eerste licht en meteen een run krijgen. Super grappig ook. Ik had deze morgen met Hugo afgesproken. Hij is hier natuurlijk nog nooit geweest, zo ver in het zuiden. En hij belde me van, ik zat blijkbaar iets te goed verstopt. Zegt hij van, Chris, waar ben je? En net op dat moment kreeg ik hier in de run. En die stond hier aan de straat, aan de achterkant. En ik hoorde ook die optonic. Dus toen ik aan het trillen was, kwam hij aangestort met zijn fotomateriaal. Buiten adem, meteen de camera in gang. En het laatste stuk van de drill gaan jullie nog wel zien, denk ik. Nog eventjes ophouden in het zonnetje. Super mager visje. Ik denk dat die enkel van natuurlijk voedsel leeft. Bijna een slang of een kooi. Ja, het is ergens in de voormiddag, ik weet niet precies hoe laat. Het
ziet dan erop dat de aks hier is opgedroogd. Dus terwijl dat zonnetje uit zit, gaan we snel de boel in de auto zetten en een paar sluisstukken verder rijden. En dan met de fiets op zoek naar vis. Kijken of we ergens een paar vissen kunnen zien zwemmen. En dan er zelfs misschien eentje proberen te vangen. Ja. Als dat al mogelijk is. Ik ben hier eventjes een spot aan het checken van gisteravond. Ik liep hier een beetje onachtzaam voorbij. Niet echt iets verwachtend. En uit mijn ooghoek zie ik een grote modderwolk. Dus er lag hier ergens een vis die ik heb opgeschrikt. Ik heb niet gezien wat dat was, maar het is alleszins een aanknopingspunt. Dus ik heb gisteravond een beetje gevoerd. En ik ben nu eens aan het checken of dat er al... Dat er al beweging op zit. Ik zie niet direct iets, behalve een voorntje dat hier voorbij zwemt. Dus ik ga nog voorzichtig een beetje bijvoeren. En dat is alweer een optie voor vanavond als we geen andere vis meer tegenkomen. We hebben al veel met de auto rondgereden. Nu zijn we nog een paar sluisstukken hoger aan het fietsen. Het lokaliseren valt niet mee. De zon is er wel, maar het water is veel troebeler dan pakweg een paar weken geleden. En op een van de stukjes botsen we nu plots op een school van wat ik denk dat het gibbels zijn. Een stuk of 35 bij elkaar. En die liggen in het zonnetje onder het oppervlak, een beetje doelloos. Het lijkt alsof ze net wakker zijn. Maar onze eerste karper aan de oppervlakte, die moeten we nog spotten. Maar dat komt hopelijk wel nog. Kijk, daar zwemmen ze. De giebels. Kleine duikbootjes. Man. 5 uur in de namiddag. We zijn ondertussen 6 uur verder. 5 sluisstukken. Afgereden met de auto, met de fiets. Afgestapt. Met 2 mensen, ik en Hugo, 2 paar ogen, Polaroids erop. En behalve die school gibbels, geen enkel teken van karper. Op een van die lange stukken weet ik zeker ook dat er karper zwemt. Ik had er in het verleden al gespot, maar door werkzaamheden is dat water heel troebel geworden nu. Ze zijn er bezig met een oeverversteviging. En ik denk dat het echt geen goede hok is om blind op zo'n lang stuk te zitten, want die vissen kunnen echt overal zitten. Dus ik had er wel een beetje gevoerd in de hoop van iets te zien. Ook daar niets gezien. En nu staan we eigenlijk terug op het stuk waar we begonnen zijn. Een kort stuk, omdat qua locatie, als je de vis niet ziet, ook op dat stuk helemaal niks gezien. Ik weet wel zeker dat er hier karper zit. Op die andere korte stuk weet ik helemaal niet of dat er karper zwemt. Dan is het denk ik het beste idee om gewoon locatiegewijs een kort stuk te kiezen. Dan kan je niet heel ver naast de vis zitten. Ik weet dat er hier te vangen zijn, dus spullen terug uitpakken en starten op de plaats waar we opgeruimd zijn. We'll be right back.
Okay, we zijn weer geïnstalleerd. Ik heb de rigs hier al klaargelegd, samen met de taas. Ik overloop eventjes. Dus vannacht heb ik met dat wafterrigje gevist. Die vis ik hier over die Roasted Nut Party Blend. Daar heb ik zelf nog wat tijgenoten en nog wat sweetcorn doorgemengd. En die wafterrig vis ik eigenlijk met allerlei aassoorten. Ofwel met sweetcorn, maar evengoed met een tijgenootje waar een kurkstaafje zit. In dit geval hier op die Party Blend gaat dat perfect passen. Of zelfs een pop-up als je over een andere mengeling vist. Nu, dat gaat op de linkerhengel met die Party Blend erbij. De rechterhengel had ik vannacht gevoel, ik kreeg zo een paar keer een paar piepjes, een bete die niet doorkwamen, dat ik met die wafterrig niet optimaal lag te vissen. Ik denk dat er daar meer op de bodem ligt van takjes en vuil dan dat ik eigenlijk vanuit ging. En dus denk ik er aan dat ik mijn kansen echt wel ga vergroten als ik voor een nacht met een hinge stiffrig vist. Natuurlijk ga ik niet op die Party Blend met die stiffrig vist. Dus hier kies ik dan voor een mengeling in feite van gecrushed 10 en 15 mm live system bodies. Ook weer met een paar tijgernootjes en een beetje hennep, een handje hennep ertussen. Om heel attractief voer te hebben. En dus ik hoop dat ik op die manier wel beter die bodem aanpak. En misschien meer dan één aanbeet kan uitlokken. Kijk, ze zijn volledig klaar. Ik heb ze mooi uitgebalanceerd in het emmertje, dus alles is perfect uitgelood. Haakjes zinken mooi bij die wafterrigs. Dus die kunnen aan de hengels. Nog een kleine tip voordat ik mijn hengels ingooi. Ik heb al gezien vandaag met het zonnetje dat het kanaal werkelijk barst is vol met van die lange planten komt te staan. Die staan zo echt mooi verticaal in het water. Zo om de 10 centimeter staat er wel eentje. En om te vermijden als je je lijn dropt dat je haak zo in zo'n plant haken en dat je dus eigenlijk kansloos vist, zijn PVA wokkels hier ideaal om mooi ertussen te laten zakken. En een keer dat je onderlijn op de bodem staat, dan zakt die er mooi tussen de stengels in. Dus gewoon PVA wokkel, één kant likken, halverwege de haken prikken, toeknijpen op de haaksteel. En 100% zekerheid. Een beetje een twijfelende aanbeet. Ik vermoed een brasem of zoiets. Oh, ik hou wel van een brasem af en toe. Kijk eens hier, gisteravond had ik er ook eentje, maar toen ving ik nog twee karpers en hopelijk is dat hier ook de voorbode van nog twee vissen. Hè? Dat is toch een speciaal aroma. Goedemorgen. Toch een beetje een ander gevoel dan gisteren. De vis was wel actief vannacht, helaas wel geen karpers. Dat is een beetje bizar, maar tussen 12 en 1 uur kreeg ik op beide hengels de ene aanbeet naar de andere. Brasem na brasem, een zeelt ertussen. Die vissen gingen helemaal los op die tijgernoten. En ik dacht van ja, het is nog vroeg, dus de kans voor een karper zit er nog in. De hengels nog eens herpositioneerd vannacht. En dan 's morgens wakker worden en geen piep meer gekregen. Ja. Bijna middag, tijd om naar huis te gaan. We hebben het nog een paar uur gegeven. Maar helaas, het heeft niet mogen zijn.
vandaag toch niet. Ik ben blij dat ik gisteren een paar vissen kunnen laten zien en jullie meenemen in mijn voorjaarsvisserij. Maar je ziet dat het niet allemaal roze geur en maneschijn is. Het is echt werken voor een vis. We hebben gisteren heel veel moeite gedaan en het heeft niks meer opgeleverd op die paar brassems en zeelt na. Maar goed, volgende week zijn we hier terug en er komt een bepaald moment dat, dat het gewoon echt wel beter begint te lopen. Het is begin april, de nachten zijn nog heel koud en je ziet dat het de ene keer wel, de andere keer niet. Waarom? Dat blijft voor mij ook een mysterie. Dat is vissen natuurlijk. Maar goed, alles ligt op de kar en we zijn ermee weg. Wil je meer nachtjes doen zien? Klik dan eventjes op like en abonneer je op het YouTube-kanaal. Vanavond bij het aperitief weten we... Het is eigenlijk een soort rucola, Hugo. Rucola. Wil je meer